Nou, we zijn begonnen met een acclimatisatieprogramma. Kijken hoe iedereen reageert op de temperatuur. We zitten nog niet eens op het warmste van de dag. En we moeten nog. Ik ben benieuwd hoe dat gaat met deze temperaturen, maar ik heb er zin in. Als je dorst krijgt, dan ben je al te laat. Drinken! Daardoor word je heel erg met je neus op de feiten gedrukt als je dus niet goed voor jezelf zorgt. Ja, je moet zorgen dat je veel water drinkt, anders val je een keer neer. Als het even nu aantikt bij mijn lichaam, dan blijft het vast. Gewoon overal vanaf blijven. 120 militairen uit het Drentse Havelte oefenen 3 weken in de zinderende hitte op Curaçao. Ver van huis en uit hun comfortzone. Ze zijn gewend aan zwaar gepantserde wapensystemen en voertuigen. Maar tijdens de oefening Caribbean Poacher zijn ze aangewezen op zichzelf en elkaar. Vakantieoord? Echt niet. Op het Caribische eiland verleggen de militairen in een uitgebreid en uitdagend programma hun fysieke en mentale grenzen. Zo werken ze toe naar de Live Fire Exercise. Een climax waarin alle lessen samenkomen in 1 grote actie op de schietbaan. Met scherpe munitie. Extra kleding erbij ingedaan, slippers, extra paar mindles, want ja, deze ga ik niet redden. Dat weet ik nu al. en gewoon eigenlijk het nodige. Klamboe, die ga ik zeker nodig hebben. Hi, ik ben de corporaal Kampioen, 22 jaar. Ik werk bij 43 Herstelcompie en ben wapensteller. Ben je al eens eerder op Curaçao geweest? Nee, maar ik kom er wel vandaan. Het is wel mijn route, zeg maar. Dus ik vind het heel leuk dat ik het eindelijk een keer mag zien, ja. Trek aan dat ding. Ik ben nog nooit op Curaçao geweest. Ik ben soldaat Smits, 19 jaar, CV90 chauffeur bij de Panzerinfanterie. Het is altijd warm op Curaçao, dus daar bereid je anders voor? Nee, nog nooit. Nog nooit. Het is de eerste keer. Ik ben soldaat Bondhuis, 22 jaar oud, werk bij Panzerinfanterie als chauffeur 97. Het is afwachten hoe warm als dat is, als je dat zegt. Je pakt anders in. Ik ben soldaat Frederik, 18 jaar oud, ben boordschutter op de 97 en werk bij het 45 Panzerinfanteriepatrouille. Curaçao is natuurlijk hartstikke warm, dus je neemt andere kleding mee dan dat je naar Duitsland doet bijvoorbeeld. Nee. Eerste keer. Ik ben John Mulder, 24 jaar. Ik ben groepscommandant bij de Panzerinfanterie. Ja, vooral dingen als sokken, want ja, je bent toch fysiek ook in beweging daar. Wat weet je eigenlijk van Curaçao? Ja, het is warm, want het is een eiland. Mooi oevergebied, mooie bergen. Tafelberg, is dat die? Is wel genoemd. Dat is een van die bulten volgens mij. De 3 bulten of zo? Die weet ik niet. Maar ik weet wel dat we daar iets mee gaan doen. We gaan hem nog wel belopen, dat weet ik wel. Christoffelberg, ja. Christoffel, dat is hem. Ja. De Christoffelberg. Oh, dat ja. En we gaan echt trainen met hitte, vorming en gewoon terug naar de beginselen. Veel groepsopdrachten doen, veel lekker lopen. We gaan ook zwemmen. Grens verleggen en activiteiten. Ik weet niet in hoeverre je echt kan voorbereiden of zoiets als dit. Maar het meeste aan voorbereiding wordt eigenlijk gedaan vanuit bovenaf. We hebben gewoon heel veel gesport. Hardlopen, endurance zeg maar. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer heel leuk wat je doet met de hele club samen. Dus ik laat het gewoon op me afkomen. Ik heb er best wel zin in. Allemaal omdat met nieuwe jongens en zo. Er zijn nieuwe jongens binnengekomen. Dus je hebt een nieuwe groep. Die ga je leren kennen. Zij gaan mij leren kennen. En dat is wel heel leuk. Zeker op deze manier ook, denk ik. En voor hun ook een mooie eerste oefening om direct naar Curaçao te gaan. Dus ja, ik heb er wel zin in. Ja. Ik laat me op me afkomen en we zien wel wat er gebeurt. Maar het ergste wat er kan gebeuren is dat je buiten adem raakt, zeg ik altijd. Ja. We zijn de Charlie Compie van het 45e Panzerinfanteriebataljon. We zijn nu rond de 120 man groot. Eigenlijk net gevuld met nieuwe soldaten, die komen vers uit de opleiding. En een aantal nieuwe kaderleden. En dit is ook de eerste oefening voor al die jongens in deze setting. Dus met deze nieuwe mensen bij elkaar.
Wij zijn de monteurs van 43 Mechanische Brigade, 434 Herstelpeloton. Wij ondersteunen voornamelijk het 45 Pantser Infanteriebataljon en nog meerdere eenheden. Dat maakt ons dat wij eigenlijk het onderhoud doen aan de systemen normaliter in Haften. 97, maar ook boksen, Fennec. Nou, we hebben ook monteurs die wapens kunnen onderhouden, radio's kunnen onderhouden. Zo hebben we een heel breed scala aan mensen om materiaal, eigenlijk wat een eenheid heeft, allemaal kunnen onderhouden. Nou, dit is eigenlijk het gebouw waar we slapen. Dit is dan voor ons als 4-3-4 de herstel-eenheid. En van dit gebouw zijn er hiernaast nog twee kortjes voor de Charlie Corbie. Die hebben net zo'n kortje als dit eigenlijk. Ik ben corporaal en rijer, werk bij 43 Herstel als onderstelmonteur van 97. En rondom je klambuur waar je je spullen aan de binnenkant kun je natuurlijk alles gewoon veilig wegstoppen van de beestjes. Maar aan de onderkant hebben we bijvoorbeeld onze tassen liggen. Daar hebben we nog een pluurbaan met overige spul. En het is nu al een beetje een rommel, maar ik heb hier maar uitrusten, zodat ik er ook snel bij kan. En allemaal drooglijntjes. Je gaat hier natuurlijk een hoop zweten, dus op een gegeven moment moet je toch kleding aan droog hangen. Want je kan wel 3 keer iets nieuws aan doen, maar dat ga je het niet redden in 3 weken. Ja, dit is dan ons bedje, daar moeten we het mee doen. Ik heb gewoon nog een bivouac erin liggen, puur dat ik een zachte ondergrond heb. Wij slapen hier met ongeveer 30 man. Goedemorgen. Welkom op Curaçao. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje lekker geslapen hebben. En ondanks dat je lichaam nog even moet wennen aan het tijdsverschil, niet al te vroeg wakker waren. Dat was wel echt even wennen. Op zich heb ik prima geslapen, maar wel gewoon heel vaak wakker geworden. Omdat je dan weer ligt te zweten in je bed. En je hebt natuurlijk heel veel geluid hier. De aggregaat staat te draaien en mensen moeten 100 keer naar de wc 's avonds. Dus, echt waardeloos geslapen. Ja, ik moest altijd naar de wc, dus toen dacht ik net een halfje, zeg maar, half in geslapen en toen dacht ik, moet weer. Vanwege het tijdsverschil ben ik wel een paar keer wakker geworden, ook vanwege het plassen. Want ja, je drinkt natuurlijk heel veel. De nacht was pittig. Hallo, ik ben de corporaal Bos, 22 jaar. Ik ben werkzaam bij 43 Herstel als plaatsvangingsgroepcommandant en ik ben een wielmonteur. Vaak wakker, kort slapen, maar ik vond het nog te doen. We zijn hier natuurlijk omdat de klimatologische omstandigheden best wat anders zijn. Dat voel je nu al, dat heb je vannacht misschien gemerkt. Dat doet wat met je. En met je buurman en buurvrouw, met je buddy. Dus let daarbij goed op elkaar, dat wil ik jullie vragen. Vandaag was een opwerken traject eigenlijk. We zijn begonnen met niveau 1 actie, zeg maar. Mijn naam is corporaal Zijlstra. Ik zit bij de Panzerinfanterie en ik ben plaatsvangend groepscommandant. We hebben veel nieuwe jongens, dus we begonnen echt bij de basis. En eigenlijk zijn we stapgewijs en we schaal omhoog gaan, dus eerst van niveau 1 naar 2. We steken met name in op de skills en drills van de individuele militair en op het groepsvormingsproces van die nieuwe groepen. Nou, we zijn begonnen met een acclimatisatieprogramma. Deze weersomstandigheden is natuurlijk nieuw voor ons. In Nederland is het toch iets kouder en natter over het algemeen. Dus die hebben een aantal dagen nodig om te gaan wennen aan dit weer. Nou, dat is zo ook geschreven dat we verplaatsingen te voet hebben. Waarbij we proberen steeds meer gewicht en bepakking mee te nemen. Zodat we daaraan kunnen wennen aan de warmte. Je moet leren eten, leren drinken. Klinkt misschien heel cliché, maar als je dorst krijgt, dan ben je al te laat. Dus dat soort dingen, dat moet je hier echt gaan leren. En daardoor word je heel erg met je neus op de feiten gedrukt. Als je dus niet goed voor jezelf zorgt, niet goed voor je buddy zorgt. Of als een groepscommandant zijn groep niet goed controleert. Met name hebben we de aandacht daarop gevestigd. Vandaag is vooral echt acclimatiseren en kijken hoe iedereen er reageert op de temperatuur, zeg maar. We zitten nog niet eens op het warmste van de dag en we moeten nog een stukje. Je merkt al dat het zeg maar een half uurtje lopen normaal kost gewoon geen moeite. En nu merk je dat je gaat zweten of dat soort dingen. Dus. Voor mezelf merk ik er niet heel veel van. Ik blijf gewoon goed drinken, maar van de anderen zie je wel echt dat ze wel goed aan het zweten zijn, zeg maar. Je zweet echt heel veel. Ik heb ook in een half uurtje bijna 1 liter gedronken, omdat je drinkt en het gaat gelijk weer uit. Tot nu toe is het op zich nog wel te doen als je overal rekening mee houdt met veel water drinken en dat soort dingen. Ja, je moet zorgen dat je veel water drinkt, anders dan val je een keer neer en dat wil je natuurlijk niet hebben.
Ik heb hier op mijn arm een bandje zitten en daarmee kunnen ze eigenlijk in de gaten houden hoe het met ons gaat in verband met hitteletsel. Ik heb wel eerder last gehad van hitteletsel en een beetje laag vetpercentage, dus kreeg ik ook het bandje. Hiermee meet hij eigenlijk, dus dit zit gewoon op de huid en die meet wat er allemaal gebeurt. En zo kunnen ze het goed in de gaten houden. En natuurlijk ga je zweten en krijg je het wel een beetje warm, maar het was zeker niet ondraaglijk, het was goed te doen. Met de warmte had ik niet heel veel last, maar nou gingen we ook wel aardig vroeg weg. Dus ik ben benieuwd hoe dat vanavond gaat met deze temperaturen, maar ik heb er zin in. Omdat het hier best wel warm is, beginnen we heel vroeg. Meestal starten we toch rond 5:30, 6 op. Dus je ziet eigenlijk dat je dan het programma doorloopt tot een uur of 1 maximaal. En dan zie je dat we eigenlijk terug gaan naar het kamp eten. Maar ook weer voorbereiden voor wat daarna komt. En dat doen we vaak in een wat rustige setting uit de zon. Omdat je dat eigenlijk gewoon niet aan kan. En dat probeer je daarna weer nog een aantal zaken op te pakken in de middag en dan weer in de avond. Ja, Curaçao. Curaçao is een heuvelachtige eiland. Erg interessante les. Hoe die man dat allemaal uitlegt. Je kan wel merken dat hij het uit ervaring vertelt, zeg maar. Het hoogste punt van Curaçao is de Stafferberg. En dat is 375 meter hoog. Ja, we hebben heel veel tips gekregen van de Curaçaose mariniers die ons les gaf over verschillende soorten planten. Welke giftig zijn, nou ook dieren en insecten waar wij dus rekening mee moeten houden. Ja, dat is wel handig om te weten allemaal. Dat als we ook gaan verplaatsen of we gaan in het bos liggen of zo, dat je wel moet oppassen voor sommige plantjes. Zelfs met sommige dieren, daar moet je echt voor oppassen. Ze zijn niet gevaarlijk, ze zijn niet giftig. Maar als het even nu aantikt bij mijn lichaam, dan blijft hij wel in mijn lichaam en dan breekt hij meteen. Dus als ik zo nu doe, dan blijft het vast. Zie je? Als je dat krijgt, haal het zo snel mogelijk weg. Altijd een pincet hebben of bij de ziekenboy even gaan als je te diep is gegaan. In principe komt het op neer. Sommige bomen zijn niet ondergestaan. Sommige cactussen kun je van bitter water uitdrinken, maar als je niks anders hebt, is dat het beste. Ja, planten zijn allemaal, kun je beter maar niet aanraken. Ja, dieren, beter ook niet aanraken. Gewoon overal vanaf blijven, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, het is een blaar, afkomstig van een manzanilleboom. En waarschijnlijk werd het met een bezweten nek onder de tak doorgelopen. Vreselijk lastig, het kan ook besmettelijk zijn. Dus als je hem open trekt, per ongeluk, of je krabt hem open, en je gaat vervolgens aan de rest van je lichaam zitten, dan komen daar ook blaren, tenminste dat kan. Gelukkig is het goed opgepakt door de GNK en goed begeleid van wat ik moest doen. En het is nu weer aan het helen. Wat is goedemorgen in het papiament? Dat was... ja, daar vraag je me wat. Zo, ik heb het opgeschreven, maar... Ik heb wel opgeschreven, dus dat scheelt. Dat was... Ja. Ik ben wel iets met bon. Bon dia, is goedemorgen, ja. Wet t-shirt contest. Die doen maar de flesje nog even, dan doe ik dat. Mijn shirt is helemaal nat. We moeten zo VTV en de opdracht werd gegeven om ons shirt nat te maken. Dus. Voordat wij gaan lopen, gaan we eerst allemaal ons shirt nat maken, zodat we allemaal goed afgekoeld zijn. En dus ook een beetje, ja, daar hou je de koelte een beetje wat langer vast, zodat we in ieder geval goed van start gaan. Ja, dat helpt wat, want het waait toch en dat is fijn, want het houdt je lichaam ook koel. Dus ja, eigenlijk met die reden hebben ze dat ook gedaan, ja. Nou, fijn. Helemaal droog. Het is nu al anders, ja. Het wordt zwaarder. We moeten zo meteen 45 minuten met het vest lopen. Maar gelukkig stalt de zon al wel een beetje, dus dat is wel fijn. Ja, na die 3 kwartier dan willen we nog 1 kwartier met de helm ook op gaan lopen. Alleen het hangt er dus vanaf hoe iedereen de eerste 3 kwartier trekt. En ook de mensen die al hitteletsel gehad hebben of verschijnselen van. Dus dat wordt even aankijken, maar we gaan in ieder geval 3 kwartier met vest. Eerste groep. Tweede groep. We hebben weer wederom gewoon om de 5 minuten iemand die het aangeeft. En natuurlijk ook gewoon op eigen houtje moet je gewoon drinken, want zelf voel je het best aan. Drinken!
met deze marsen. Onderdeel van het acclimatisatieprogramma. En door steeds wat op te bouwen met gewicht en met wat je aan hebt en om hebt. Zoals vandaag met de helm bouw je eigenlijk op dat je gaat wennen aan die warmte. Dus als je lekker aan het praten bent met je collega naast je, dan gaat het hartstikke rap. Het uur is nu alweer voorbij, het gaat hartstikke snel. Dus het valt alles mee, maar ik moet zeggen, volgende week moet ik nog even kijken hoe dat allemaal gaat. Overdag? Overdag, ja, is toch anders. Brandt de zon wat verder, dus dat ga je wel merken. Ja. Goed bezig, jongens. Laatste keer was heel erg zwaar, ja. Dat is aan het hyperventileren. Kom maar, blijf rechtop lopen. Gewoon lopen zoals je normaal doet. Je moest als team binnenkomen. Adem blijven halen. Maar je moet gewoon die persoon meesleuren, de helling op. En positief coachen, dus we zijn er bijna. Ook al zijn we er helemaal niet bijna. Dan heb je deze lijn. Je houdt je vast en je hangt van de achter. Eerst was het redelijk vlak en waren de paden nog niet zo erg. En echt halverwege de berg, toen werd het echt stijl. Je kon niet meer gewoon lekker vooruit lopen. Je moest echt steeds een plek zoeken om je woudjevoet neer te zetten.